Ja, hoe hard kan het gaan in het leven, hè? Ja, dat zien we nu met Pieter Omtzigt. Ja, hij was de grote verlosser bij de verkiezingen. Ja, Pieter, die zou Nederland weer helemaal op de rails zetten. Pieter, die zou met grote oplossingen komen. Ja, Pieter was het helemaal. En ja, hij was natuurlijk al overspannen geweest. Hè, toen bij die toeslagenaffaire. Maar bij de formatie, toen begon het al dat beeld van de grote verlosser begon al een beetje af te brokkelen. Hè, want toen zat hij al ook een beetje te schreeuwen en te huilen. En liep hij weg van die formatietafel, weet je nog. Ging hij weer naar Enschede en dus sloeg de hele boel op tilt. En ja, toen had iedereen al zo'n beetje zo van, wat moeten we met deze man? Ja, wat? Oh, kan hij de spanning wel aan? Nou, dat kan hij niet. Want denk ik, want ik heb al gezegd, laat hem geen strafschop nemen, Pieter Omtzigt. Want hij kan die druk niet aan. Nee, en dat zien we nu weer. Ze zijn net op vakantie geweest in Den Haag. Je hebt net vakantie gehad. Ja, iedereen uitgerust aan het werk. Maar niet Pieter. Nee, Pieter, die begon nu alweer bij die begrotingsonderhandelingen. En dan ging hij weer zitten schreeuwen en huilen. En weet ik veel. En iedereen dacht van, ja, wat is valt niet te werken met die man. Nee. En nu zegt Pieter, ja, en nu komen dan die grote beschouwingen. Hè? Die komen dan in de Tweede Kamer. En Pieter geeft niet thuis. Nee, Pieter, die is weer een soort van overspannen. Vrienden, zo zie je maar. Wat ik al zei in het begin, het kan heel vreemd lopen in het leven. Hij is in hele korte tijd verworden van held tot loser.